Hey, hallo, Victor Bevelo, Bistobe hier. Bespaar 10 tot wel 25% op de kosten per voertuig. Bovenstaande statement klinkt bijna te mooi om waar te zijn. De praktijk bewijst dat het toch kan. Door een recente uitvinding is er nu een klein kastje dat je in ieder voertuig kunt plaatsen. Dit kastje kan tot wel 200 parameters registreren en deze gegevens nagenoeg real-time naar je back-office terugkoppelen. Je moet dan denken aan de GPS-positie van het voertuig, het actuele brandstofverbruik, het motortoerental, hoe hard er de bochten gereden wordt, etc. etc. Maar hoe bespaar je dan geld met dit soort gegevens? De directe besparing is op brandstof. De praktijk wijst uit dat 80% van de bestuurders brandstof gaat besparen als ze direct terugkoppeling krijgen en er een scorecard wordt bijgehouden. Uiteraard heeft het aangepaste rijgedrag ook positieve gevolgen voor het onderhoud en de schades en de snelheidsovertredingen. Doordat de planners continu hun wagenpark over de kaart zien bewegen, kunnen ze sneller inspelen op verstoringen. Hoe kunnen ze de ingebouwde planningsmarges verkleinen? Dit leidt ook weer tot een hogere bezettingsgraad en dus tot meer winst. De investering per auto is laag. Je moet denken aan eenmalig iets van €350 en €20 per maand per voertuig. Als je dan ziet wat anderen hebben weten te besparen, is dit dus binnen een kwartaal terugverdiend.